Dag dames en heren, op veel plaatsen hadden we een prachtige lentedag vandaag. Temperaturen in het zuiden van het land lokaal zelfs 18 of 19 graden. Maar er waren wel grote verschillen tussen het noorden en het zuiden. Want in het noorden en noordwesten, daar trok een front langs met bewolking en af en toe ook wat regen. Nou, daar was de lucht dus grotendeels grijs, maar elders in het land geregeld ruimte voor de zon. En dat zien we ook mooi terug op het satellietplaatje. In het noorden van het land bewolking, af en toe viel daaruit ook wat lichte regen of motregen. Hoe verder naar het zuiden je ging, hoe zonniger het werd. En in Frankrijk zijn zelfs temperaturen van boven de 20 graden gemeten. Nou, in ons land haalden we dus 18 of 19 graden in het zuiden van het land. Nou, de komende dagen gaat er wel wat veranderen. In eerste instantie hebben we nog te maken met rustig weer, maar hier zien we een band met bewolking en neerslag passeren. Dat heet een koufront. En daarachter draait de wind dan naar het noorden tot noordwesten, stroomt veel koudere lucht over ons land uit. En dat gaan we vooral in het weekend merken. De temperatuur levert dan makkelijk 5 tot 8 graden in. Het blijft daarbij ook wisselvallig met dagelijks wel een paar buien. Nou, dat koufront zien we ook mooi op deze animatie passeren. De temperatuur op zo'n 1,5 kilometer hoogte. Eerst zitten we nog in de warme lucht, maar hier passeert dat koufront. En daarna koelt het vooral op grotere hoogte dus flink af. In de loop van het weekend temperaturen op 1,5 kilometer hoogte van zo'n min 6 graden. En dan zou een enkele bui, zeker in de nachtperiode, misschien wel wat winterse neerslag zelfs kunnen brengen. In de vorm van hagel en in Zuid-Limburg misschien zelfs wel een vlok natte sneeuw. Nou, in de loop van volgende week dan zien we opnieuw een zuidelijke wind opsteken met oplopende temperaturen. En dat gaan we aan de grond dan ook zeker merken. Nou, vandaag hadden we dus te maken met grote verschillen. Dat zal ook vanmiddag en begin van de avond nog het geval zijn. In het noorden is het bewolkt met af en toe wat regen. Elders zijn er zonnige perioden en de temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Waddeneilanden. En misschien wel ruim 19 graden in delen van Oost-Brabant en Limburg. Nou, daarbij staat er maar heel weinig wind. En ook komende nacht is het rustig weer met weinig wind en temperaturen die dalen naar zo'n 7 tot 10 graden. In eerste instantie valt er in het noordoosten nog wat regen. Dat trekt in de loop van de nacht weg en daarna wordt het overal droog. En ook morgen is het op de meeste plaatsen droog, met wel weer die temperatuurverschillen, al zijn ze iets minder groot dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 10 graden in het noorden onder de bewolking. In het midden en zuiden, daar schijnt de zon geregeld en daar wordt het nog 12 tot lokaal 15 graden. De wind gaat wel langzaam al toenemen, draait naar het noordwesten, is boven land meest matig met een windkracht 3 en langs de kust, met name in het noordwestelijk kustgebied, kan in de loop van morgen een vrij krachtige tot krachtige wind opsteken. En dat is een windkracht 5 tot 6. Ja, en dan passeert dat koufront op vrijdag en dat wordt een totaal andere dag. Overal blijft de temperatuur dan steken op zo'n 10 of 11 graden. Misschien dat voor die regen uit in Zuid-Limburg nog even een graad of 14 wordt. Maar verder is het dus grijs weer vrijdag met van tijd tot tijd wat regen en veel meer wind. Aan de kust kan later op de dag af en toe een windkracht 6 komen te staan. En ook de dagen daarna blijven we in die relatief koude lucht zitten met overdag temperaturen van hooguit 9 of 10 graden. Ook de nachten worden een stuk kouder, met name na het weekend. En dan zou het in het binnenland misschien wel eens tot een graadje vorst kunnen komen. En daarbij is het behoorlijk wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook elke dag wel een aantal buien. In de nachten dus mogelijk met wat hagel daarbij. Gaan we dan nog wat verder vooruitkijken, dan zien we dat die dip wel tijdelijk is. Hier dus wat lagere temperaturen, maar in de loop van volgende week draait die wind dus weer naar zuidwest tot zuid. Temperatuur loopt flink op, vooral richting het paasweekend. En dan zouden we wellicht weer waarden tegemoet kunnen zien van 15 tot 18 graden. Ik wens u nog een mooie dag.